Indianenland, oftewel, dit is een groot reservaat waar we nu zo'n beetje aan het begin van staan, of nou, niet echt in het begin. En dit is een soort history marker, waarin de Battle of Crowheart Butte wordt herdacht. Between the Shoshone en de Bannock Indians, zo zie je maar, dat ook groepen elkaar discrimineren en bevechten. Dat is geen nieuws. En dat is dus die Crowheart Butte. In die zin is er in de wereld niks veranderd. En kennelijk ook niet. Wat waarschijnlijk ook wel bij zo'n olie park in de landsleeper. Je ziet dat het heel erg behoorlijk is op het ogenblik. Ik denk niet dat het gaat regenen, maar dat wel mee zal vallen. Dus ik zit nu zo'n 7 mijl voor lunch. We vinden.